Goedenavond, vanavond in 1 op maandag. 112 nieuws, bomen worden aangekleed, groene container weer gratis geleegd, Musselkanaal stimuleert sport en natuurlijk het weer. Op de Exloerweg ter hoogte van de N366 is zondagmiddag om 2:20 een ongeval ontstaan tussen twee auto's. Een bestuurder zat bekneld in de auto. De brandweer heeft met het ambulancepersoneel de betrokkenen eerste hulp verleend en één persoon bevrijd. De traumahelikopter kwam ter plaatse om de ambulancedienst te assisteren. Hoeveel gewonden er waren is nog niet bekend en de toedracht wordt door de politie onderzocht. Ook op zondagmiddag, iets later dan het ongeval op de Exloerweg, heeft er op de Schoolstraat in Musselkanaal een aanrijding plaatsgevonden. Twee voertuigen op de Schoolstraat en de Exloerbrug kwamen met elkaar in botsing. Beide voertuigen hadden schade en de oorzaak van dit ongeval is niet bekend. Op de kruising Sportterreinstraat, Vijfde Laan en Wildevank is zondag aan het begin van de middag een scooterrijder gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een automobilist. De oorzaak van de botsing is zeer waarschijnlijk een voorrangskwestie. De scooterrijder werd afgevoerd naar het ziekenhuis en zowel de auto als de scooter raakten ernstig beschadigd. Vrijdag, kort na 7:00 s'avonds, werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij de tennisvereniging in Stadskanaal. Bij aankomst bleek de schuur vol rook te staan. De brandweer heeft de verkenning uitgevoerd en geblust. En tijdens de afhandeling van het incident bleek dat er in het hoofdgebouw ook brand was uitgebroken. Gelukkig bleek het om een oefening te gaan en kon de brandweer van Stadskanaal terugkijken op een geslaagde oefening. De planten en struiken groeien snel met het zachte weer. U kunt het tuingereedschap dus weer uit het schuurtje halen om aan de slag te gaan in uw tuin. De gemeente Stadskanaal legt ook dit jaar weer 3 keer gratis uw groene container in het voorjaar. Het gratis legen van de groene container is op de voor u vaste inzameldag in de volgende weken. Week 14, week 16 en 18. Circus Bossel, een Duits familiecircus, was van 4 tot 8 maart voor het eerst in Stadskanaal. Een gevarieerde show met verschillende dieren en spetterende acts zoals vuurspuwen zorgde voor vertier voor jong en oud. Wij waren aanwezig en mochten een kijkje nemen.
leerlingen diverse sporten laten proberen. Ze enthousiast te maken om op sport te gaan en in beweging te blijven. Dat is het doel van Rick Tieben, sportdocent lichamelijke opvoeding. Hij heeft in samenwerking met sportverenigingen uit Musselkanaal de Sportkaart Sporten doet iets met je ontwikkeld. Leerlingen van de basisscholen in Musselkanaal en Zandberg ontvangen begin maart de Sportkaart. En met deze Sportkaart kunnen leerlingen tot wel 18 keer gratis sporten bij de diverse sportverenigingen in Musselkanaal. De actie loopt tot volgend jaar maart. Veendammer Henk Zomer, oftewel dakloze Henk, zoals hij in de tijd vaak werd genoemd, kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat hij noodgedwongen in zijn auto moest leven. Door geldproblemen kon Zomer geen vaste verblijfplaats betalen. Door hulp van een goede vriendin, Wendy Suk, kreeg hij afgelopen januari alsnog een woning toegewezen. Maar nu lijkt dit alles voor niets te zijn geweest. Doordat Henk niet op tijd een uitkering kan krijgen, moet hij waarschijnlijk zijn huidige woning op 15 maart weer uit. Volgens de gemeente Veendam zou Henk pas op 20 februari een uitkering hebben aangevraagd. Henk spreekt dit tegen en zegt dit al veel eerder te hebben gedaan. Ook zegt Henk bij het radioprogramma 1 op zaterdag dat hij nog steeds geen bericht heeft gehad over zijn uitkering. Terwijl dit normaal binnen 14 dagen zou moeten gebeuren. De renneflat in Stadskanaal wordt in april gesloopt. Maar in het laatste weekend van maart gaat er nog veel in en rondom de flat gebeuren. Onder andere worden er bomen aangekleed. Wij namen een kijkje bij de eerste bomen en spraken met ontwerpster Stineke Geertsema. Ja, we staan hier vlak voor de renneflat, je kan het misschien hierachter wel zien. En Stineke, jij maakt dit soort breiwerken om bomen heen. Waarom? Dat is het kunstproject voor de rennen om een mooi pad te creëren van de parkeerplaats daar. Zo naar de rennen voor de kunstexpositie laatste weekend van maart, van 27 tot 29 maart. En was dit jouw eigen initiatief? Het initiatief was er, maar er was nog niemand, geloof ik, bezig. Want het was heel rustig na het oproepje van Pubhop Metafoor Galerie de Rennen. En ik denk, ik moet goed aan de haak, ondanks dat ik ook schilder en sieraden maak en al die dingen meer. Dus een vrijdag in de regen, de eerste boom aangekleed. Kijk, hoe lang doe je nou ongeveer hierover? Oh, dit? Voor mij? Ach ja, elke vrije minuut van de dag. En dan 2-3 dagen heb ik één klaar. Oh, dat doe je dan vrij snel. Maar zijn er meer mensen die meehelpen? Ik heb nu vanmiddag heb een oproep gedaan om wol te doneren. Ik heb van het weekend wat mogen ophalen. En vanmiddag heb ik één dame al blij mogen maken. Dus ik heb vanmiddag een WhatsAppje gehad van iemand die ook al meehaakt. Dus ik hoop dat er meer mensen aanhaken of aanbraaien, zodat we het hele pad mooi vol kunnen maken. Ja, we staan hier aan het begin. Ik tel er even 1, 2, 3, 4. Ja. Dus 4. Hoeveel... Heb ik al gedaan. Drie heb jij al gedaan. Hoeveel moet het er ongeveer in totaal worden, denk je? Ik heb geen idee hoeveel bomen dat staan. Maar als vrij veel. Als van alle vrouwen in het Stadskanaal meedoet. Dan dat zijn er zo'n... Dan is het pad vast vol. Dat zijn er zo'n 15.000, zou ik zeggen. Dus aan een van die 15.000 of allemaal, even een oproepje. Mocht je nou willen breien of haken of... Nou, wat is het allemaal? Ik kan als de voorraad op is, kan er ook bij mij wol gehaald worden wat gedoneerd is. Dus... Nou, kijk aan. Mocht je dat dan willen doen, meld je even aan. Poppen, Metafoor de Rennen, gewoon staat wel op Facebook. En dan kun je gewoon aanmelden om deze mooie bomen te versieren. Had je er nog iets aan toe te voegen? Nee hoor, niks. Helemaal top. Ja, ik kom met z'n allen, hè, dat weekend. Absoluut. Wij komen ook. Wij zijn er ook bij met de radio. En dan gaan we dit zeker ook nog even een keer bekijken. Wedstrijdteam Double Motion van dansschool Make a Move uit Stadskanaal kwam zaterdag tijdens de voorronde van de Noord-Nederlandse kampioenschappen in Urk voor de eerste keer uit in een hogere categorie. Ze hebben een prachtige tweede plek behaald. Ook een ander team, de Great Vibes, heeft voor de eerste keer gedanst in een hogere categorie tijdens de derde voorronde van de Noord-Nederlandse kampioenschappen. Zij hebben een derde plek behaald. Er is ook weer volop gevoetbald. We laten nu daarom de uitslagen van de in de Kanaalstreek gespeelde amateurwedstrijden zien van het afgelopen weekend.
Morgen wordt een bewolkte dag met regen. Een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt 12 graden. Later in de middag trekt de regen weg en in de avond klaart het even op. In de nacht regen. Het kwik zakt tot zo'n 7 graden. Woensdag brengt bewolking, zon en een bui. Met een matige tot krachtige west tot zuidwestenwind wordt het 12 graden. In de avond en nacht droog met bewolking en opklaringen. En 6 graden als minimum. Donderdag eerst veel bewolking en soms wat regen. In de middag vanuit het noorden een paar opklaringen. Het wordt 10 graden met een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. In de avond en nacht nog een bui met 3 of 4 graden als minimum. De wind neemt in kracht af. Vrijdag een enkele bui, maar gelukkig ook regelmatig zon. Dit was 1 op maandag. Zometeen kunt u kijken naar een aflevering van De Veenrijder. Heeft u nieuws voor ons? Mail dan naar studio@rtv1.nl. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond.